Hallo, we hebben een reportage gemaakt over de Belastingdienst. Die we jullie nu gaan laten zien. En dit is het JT-formulier van de Belastingdienst. We zijn hier op de site www.belastingdienst.nl/jongeren. Als je hierop klikt, kun je aanvragen, je terugvragen het geld wat je hebt gevraagd, wat je hebt gegeven aan de belasting. Nu komen er 3 interviews over de belastingformulieren. Wist u misschien dat je geld kan terugvragen aan de belasting? Ja, daar was ik bekend mee. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het mooi dat het kan. En dat je zo nog je belasting kan terugkrijgen. Vult u het zelf in of laat u het door iemand doen? Ik doe het zelf. Waarom doet u het zelf? Dat het makkelijkste is, hoef ik niemand om hulp te vragen. Doet u dit al lang? Ja, sinds ik 18 ben. Wanneer wist u dat het kon? Ja, ook op mijn 18e. Ik was er al mee bekend via school. Bent u tevreden met deze manier waarop het wordt? Ja, zeker. Ik doe het via internet en dat vind ik heel erg makkelijk. Oké, bedankt voor uw tijd. Dat was het. Geen dank. Wist u dat u geld terug kan vragen aan de belasting? Dat is... Dat weet ik, dat ik dat terug kan vragen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat een goede zaak. Als je te veel betaald hebt wat niet nodig was geweest, dat je het dan terug kan krijgen. Vult u het allemaal zelf in of laat u het door iemand doen? Ik vul het allemaal zelf in. Wanneer werd u er bekend mee? Nou, dat is al 20, 25 jaar geleden als het niet langer is. Bent u tevreden dat het op deze manier gebeurt? Ja. Het gaat altijd goed bij mij. Nou, bedankt voor uw tijd. Dat was het interview. Graag gedaan. Wist u dat je geld terug kan vragen aan de belasting? Dat voor uw loonaangifte. Ja, dat weet ik. En wat vindt u daarvan? Op zich wel goed. Vult u de boekjes zelf in of laat u dat door iemand? Nee, vul ik zelf in. Wanneer werd u er bekend mee? Pas, want ik heb in het buitenland gewoond en ik ben pas sinds 2 maanden in Nederland. Bent u tevreden op deze manier? Ja, tot nu toe wel. Okay, bedankt voor uw tijd. Dit was het interview. Let me say yeah.